wat er in het vorig seizoen gebeurde. Is dat het huis van Leeuwarden 2? Ja. En ik kan jullie precies vertellen hoe we dit gaan aanpakken. Oh shit. Oh ja! We hebben het gehaald! Ja! Yes! Kevin, ik denk dat we nu moeten weggaan. Want ik zie de politie daar al aankomen. Red jezelf. Nee, jongens, die kun je niet maken. Oh nee. Oh. Oh nee. Alles en iedereen is weg. Ik ben het. Ik schreef. Ik heb vernomen dat je hulp nodig hebt. Help, ik zit vast op het dak. Oh shit, oh shit. Jongens, wat is dit? Oh. Jongens, wat is dit? Oh, nee, doe me dit niet aan. Doe me, nee! Voorbitten, oh shit, ouwe! Wat is dit? Klote zeg. Weer een nachtmerrie. Ik moet die trauma echt een keer verwerken. Ik kan nog steeds niet geloven dat Rink dood is en dat ik er momenteel nog steeds helemaal alleen voor sta. Nou, weet je wat? Om dan de dag toch wel een stukje beter te eindigen, ga ik wel even naar een winkeltje hier om de hoek. Om dan toch even wat lekkers te halen, want ik heb wel trek namelijk nu. En ja, wat ik dan ook wel nog steeds niet snap, is dat Kevin gewoon van de radar af is en ik heb hem al 3,5 jaar niet meer gezien. En ook Florissa heb ik ook zo mijn vraagtekens bij. Want waar is zij? En waarom liet zij mij eigenlijk zo in de steek? Ik dacht echt dat ik goede vrienden had. Ik hoop dat ze wat lekkers nog te koop hebben, want het is al laat. Het is al 8 uur. Ik had een middagdutje gedaan. Even kijken. Ben ik hier goed? Ja, hallo, hoe kan ik u helpen? Ik wil nog even kijken hoor. Want jullie hebben zoveel lekkere dingen hier. Hoor. Want ik kom hier altijd namelijk. Oh, kijk maar gerust rond. Help me als u meer hulp nodig hebt. Even kijken, wat vind ik lekker? Broodjes frikandel. Hebben jullie echt geen broodjes frikandel meer? Jawel. Oh, doe die dan maar. 32 stuks. Okay. Even kijken. Alsjeblieft. Hoe bedoel je? De smikkelaar bestaat vandaag. Maar als een je, jaar. Maar als je zoveel gratis weggeeft, dan ga je toch failliet? Nee, wij hebben genoeg verdiend het afgelopen jaar. Ah, vandaar. Nou, nogmaals, bedankt en werk ze nog. Ja, fijn. Dag nog. Hey, joejoe. Geniet ervan. Nou, ik moet nog wel wat kwijt hoor. Het is allemaal zo snel gegaan ook. Het is net alsof het allemaal 2 weken geleden heeft plaatsgevonden. De dood van mijn vriend. Vrienden dat geen vrienden blijken te zijn. En het ergste nog, het verraad binnen ons eigen team. Dat ik dit zelf nooit heb kunnen inzien. Ik vind mezelf gewoon zo dom. Nou, gelukkig ben ik bijna thuis. Ik kan niet meer. Ik ben zo moe de laatste tijd. Och. Hè? Wat de hek is er met mijn voordeur gebeurd? Er is ingebroken. Moet ik de politie bellen? Wie heeft dit gedaan? Zal ik naar binnen gaan? Kevin! Hey, Johan.